Wij zijn Damian Esmee en wij lopen stage bij de gemeente Coevorden. De gemeente gaat voor een gezonder Coevorden. Kindermenu 2.0 is een kookwedstrijd voor alle basisscholen en ook voor de buitenschoolse opvang. Vorig jaar deden de 8 basisscholen mee in de gemeente Coevorden. Welke klas maakte dit jaar het gezondste en lekkerste kindermenu? Wie durft de uitdaging aan? De bedoeling is dat jullie een filmpje gaan maken van jullie gerecht. Het gerecht moet aan de volgende eisen voldoen. Het moet minimaal 100 tot 150 gram groente hebben, maximaal 10 producten bevatten. Het moet kleurrijk zijn en vooral lekker en het liefste een streekproduct bevatten. Het winnende gerecht komt op de kaart van het deelnemende restaurant. En we hebben ook een andere verrassing, maar die houden we nog even geheim. Voor 1 maart moeten de recepten ingeleverd zijn. Wil je meedoen met je klas? Laat het ons dan weten via de mail. Heel veel succes! Hoi kids, ik zit als kinderdiëtist in de jury. En ik mag jullie menu's beoordelen. Ik zou het super tof vinden als jullie er lekker veel groentes in verwerken. Want groentes zijn gezond om ziektes te voorkomen en zetten je darmen ook lekker aan het werk. En groentes heb je verschillende kleuren, dus je kan er iets feestelijks van maken. En je kan met groentes verschillende bereidingstechnieken doen. Bijvoorbeeld koken, grillen of rauw verwerken. Ik ben heel erg benieuwd naar de receptuur en het eindresultaat. Heel veel succes! Goedemiddag kinderen, ik ben Nick Arends van Stadscafé Vancouver. En samen met Albert Steenbergen van Route 34 dagen we jullie uit om mee te doen met kindermenu 2.0. Vaak bestaat een kindermenu uit pannenkoeken, patat of frikandellen. Maar dat kan veel gezonder. Dus verzin met jouw klas een leuk, maar vooral gezond gerecht. En wie weet komt het bij ons op de menukaart. Hoe leuk is dat?